We zijn in Assen waar we op uitnodiging van Geert Schaaij een bezoek brengen aan het hoofdkantoor van Beursgenoten. Geert heeft ons namelijk niet alleen veel te laten zien, maar vooral veel te vertellen. Geert, wat leuk dat we langs mochten komen hier bij jullie bij Beursgenoten in Assen. Wat een prachtige locatie hebben jullie hier. Ja, je weet nog, we zaten eerst op het industrieterrein, maar we hebben toch weer gekozen voor een statig herenpand in het centrum van de stad. Het leeft, het bruist, net als Beursgenoten dat doet. Hier vandaan houden jullie de beurzen nauwlettend in de gaten. Ja, hier volgen we eigenlijk alles. Kijk, vroeger moest je in Amsterdam zijn. Tegenwoordig hoeft dat niet meer, want de hele wereld ligt door internet aan je voeten. En het is om iets verder af te zitten, omdat je dan dat afstand neemt van de gevestigde orde, zoals ik dat dan noem. En dat ik daarin mijn eigen visie kan ontwikkelen. Veel mensen, veel kijkers kennen jullie natuurlijk, kennen Beursgenoten. Maar voor die paar mensen die geen idee hebben wat jullie doen, kun je het nog even kort uitleggen. Ja, Beursgenoten is eigenlijk een community van mensen die worden lid van Beursgenoten. Die krijgen elke maand het magazine, maar het is natuurlijk veel meer. Wij sturen ook mails. Wij hebben op de site een optieprogramma, een analyseprogramma, een agenda, een bewakingdienst. Elke dag wordt het nieuws van bedrijven geëvalueerd. Dat bespreken we met de beste analisten ter wereld. En we toetsen ons ook voortdurend aan de grootte der aarde. En dan komen we uiteindelijk tot de conclusie die best wel eens heel erg afwijkend kan zijn. Beleggen is natuurlijk voortschrijdend inzicht. Iets wat vandaag goed is, kan morgen slecht zijn. Wij waken daarvoor. En tegelijkertijd zijn we altijd op zoek naar kansen, naar parels in de markt. En zo proberen we mensen te leiden in de wirwar van beleggingen en ze op het rechte pad te houden en tot rendement te komen. We hebben maar één soort lidmaatschap. Een halfjaarabonnement kost €289 en dan heb je gewoon alles. Wij doen niet met uitsluitingen of in etappes verkopen. Nee hoor, je bent bij ons een volwaardig lid en we hebben daar geen onderscheid in. Waar je in belegt, dat is aan jezelf. Ja, je maakt uiteindelijk zelf de keuzes. Wij zeggen om die en die reden vinden we dat aandeel heel erg interessant. Hè? Maar als jij daar anders over denkt, dan kun je een keuze maken om het niet te doen en wel te doen. Het is eigenlijk bedoeld, wij reiken kansen aan en je moet zelf besluiten of je daar gebruik van wil maken of niet. En het maakt me ook niks uit of je dat nou bij de ene bank of bij de andere bank doet. Wij staan neutraal erin en dat is wel een dingetje hoor. Elke bank, elke broker is natuurlijk gekleurd, want ze hebben altijd belangen. Je kan natuurlijk niet een verkoopadvies geven op een aandeel, terwijl op de andere kant zijn emissies staan te doen. Wij zijn onafhankelijk en dat is ook een beetje het discussietje altijd, dat mensen altijd zo lekker tegen me ingaan. Want ik kan zeggen wat ik wil en wanneer ik het wil en hoe ik het wil. Het interesseert me namelijk helemaal niet. Ik heb maar één belang, het belang van Beursgenoten. Mijn moeder zei altijd, wiens brood men eet, wiens taal men spreekt. Ik spreek de taal van Beursgenoten en er is geen woord Frans bij. Op dit moment zijn de beurzen onrustig. Is het dan extra moeilijk voor jullie om goede adviezen te geven? Nou, het is niet extra moeilijk, maar het laaghangende fruit is geplukt. We hebben 9 jaar hele goede jaren gehad. En dan zijn natuurlijk ook wel momenten geweest dat mensen vertwijfeld waren. Die zijn er nu ook. Europa, ja, hoe vast is Europa eigenlijk nog? Je ziet toch dat veel landen eigenlijk erover nadenken om eruit te stappen. Wat betekent dat voor de euro? Maar dat wil niet zeggen dat er geen kansen zijn. Hè? Beleggen is volgens mij de enige kans om je vermogen te laten renderen. Want de rente levert niks op. Je moet er belasting over betalen en je hebt inflatie. Makkelijk is het niet meer. Je moet tegen een stootje kunnen. Je raakt niet in paniek. Je beleggen doe je voor meerdere jaren. Jij maakt je zorgen over mensen die alleen maar spaargeld hebben. Ja, daarvan is één ding zeker. Geld wordt waardeloos. Ik weet dat, ik heb het laatst opgezocht. Een jaar of 7, 8, 9 geleden zei ik dat al bij je vader in het programma. Geld was waardeloos. Daar hadden we daar nog grapjes over. Maar het is natuurlijk wel zo. Als je gewoon bekijkt dat je, 7, 8 jaar geleden 7, 8% rente kreeg op je geld. En dan was de inflatie wel wat hoger. Maar als je nu geld hebt, moet je gewoon belasting betalen. En je verliest er gewoon elke keer op. En de overheden, de centrale banken, doen anders niks als inflatie aanwakkeren. Inflatie aanwakkeren. Dat klinkt heel lief, maar het is eigenlijk alleen maar bedoeld om je geld te ontwaarden. Waarmee in feite de schulden van de overheden en de grote uitgaven weggeïnflateerd worden. Je geld wordt in feite een soort van waardeloos. En je kan het om je heen zien. Iedereen roept dan, ja, er is geen inflatie, want dit en dat. Wat goedkoper geworden is, dat zijn met name de kleding die gemaakt wordt door kinderarbeid. Hoe misdadig is het? Dat gebeurt. In de lage lonenlanden worden de computers gemaakt. Dus dat is allemaal gedaald. Maar als je kijkt naar een kop soep, wat in 2001 de laatste maand €4,50 kostte, die kost nu gewoon €9. Dat is 4 keer over de kop. Dus ieder kan in zijn omgeving wel eens nakijken hoe het gestegen is. En dan is er een giga-inflatie geweest. Een paar dingen zijn goedkoper geworden. Je mobiele telefoon, je computer en je tv. Maar de rest, nou, je moet je daar ergens zorgen voor maken. En op het moment dat dat gaat stijgen, dan zou je zelf misschien wel kunnen spreken van een hyperinflatie. Nou, Dat is een dingetje en daar ben ik een boek over aan het schrijven. En daar ga ik ook oplossingen in bedenken. En dat is wel een item. En daar moet je als spaarder moet je zorgen maken. En je wil misschien niet beleggen. Nou, veel plezier, want je staat over 10 of 15 jaar gewoon met lege handjes. Naast het boek wat er dus aankomt, is er nog meer nieuws. Binnenkort een nieuw symposium. Ja, 7 december op vrijdag in de RAI. Het is heel bijzonder, want het is tegelijkertijd met de Luxury Fair. En wij hebben het ook zo geregeld dat wij hebben van 11 tot 4 hebben een symposium. Dan komen sprekers, dan kom ik zelf natuurlijk mijn verhaal, mijn boek toelichten en promoten. En dan om 4 uur hebben we de binnendeuren open gedaan. Dan delen we de mensen kaarten uit. Dan mogen ze, als ze het leuk vinden, ook nog over de luxury. Dat kan ik aanbieden aan de abonnees van Beursgenoten. Dus ja, het wordt een hele bijzondere dag. Beleggen, investeren, leeft. Als je nu nog geen lid bent en je wordt lid, kan je dan nog terecht bij het symposium? Daar ben je gegarandeerd van een plek. Alle leden komen erin, al moet ik er ook 1000 stoelen bij zetten. Alle leden gaan erin als ze willen komen, ja, zeker. So many pretty girls around me and they're waking up the rocket. Keep up.